Beste collega's, omdat we met Google Classroom gaan werken, is het ook handig dat al je documenten in een Google-versie staan. Aangezien zeer veel collega's al PowerPoint-presentaties en Word-documenten hebben gemaakt doorheen de jaren, ga ik hier even uitleggen hoe je deze documenten snel en makkelijk kan omzetten naar een Google-versie. Hiervoor ga je gewoon eerst naar je Google Drive en ga je een nieuw document uploaden. Ik ga dit even doen in het mapje van PAV bijvoorbeeld. Ik klik opnieuw en ik ga een bestand uploaden. Ik heb daarnet een Word-document aangemaakt, testdocument, en ik ga dit hier. Zoals je ziet wordt het document meteen geüpload in deze map. En kan je dit nu gaan openen met Google Documenten. Dus je klikt gewoon twee maal op het document en je gaat dit openen met Google Documenten. Daarna zal het meteen al omgezet zijn in een Google document. Het kan zijn dat de layout een beetje is versprongen. Dan ga je dit wel heel even recht moeten zetten, maar normaal zal dit niet zozeer het geval zijn. Daarna ga je dit, je ziet momenteel hier bovenaan staan dat er nog .docs achter staat. Je gaat dus klikken op bestand en je gaat klikken op opslaan als een Google document. Wanneer je dit hebt gedaan, zal het Google document zichzelf gewoon openen. En wordt dit ook meteen opgeslagen op de plek waar jij in aan het werken was. In mijn geval dus het mapje van PAV. Je kan dit nu gewoon allemaal afsluiten. En dan ga je zien dat het document er twee maal staat. Eenmaal als een Word document, eenmaal als een Google document. En dan kan je gewoon het Word document indien je wilt nog gaan verwijderen. Of het gewoon laten staan indien je het graag nog als Word document bewaart in je Google Drive. Ik wens jullie zeer veel succes. De andere documenten, zoals een PowerPoint-presentatie bijvoorbeeld, hebben net dezelfde werkwijze. Let gewoon altijd goed op dat je de layout een beetje aanpast indien nodig. Succes!